Welkom bij een nieuwe aflevering van Fries. Met vandaag als onderwerp de culturele hoofdstad van Europa. Elk jaar worden er 2 steden door het Europese parlement benoemd tot culturele hoofdstad. Dit draagt bij aan groter wederzijds begrip tussen Europese burgers. In 2018 hebben Nederland en Malta de eer om een culturele hoofdstad te leveren. Friesland hoopt in 2018 de culturele hoofdstad van Europa te zijn. Dit jaar zijn dat Linz in Oostenrijk en Vilnius in Litouwen. Maar wat houdt een culturele hoofdstad nou precies in? Friesland is natuurlijk geen stad, maar een provincie. Maar toch denken we dat het voor onze provincie heel erg goed is om aan deze wedstrijd internationaal mee te gaan doen. Als je kijkt naar de geografie, dan zie je dat met Leeuwarden en al die andere kernen daaromheen eigenlijk het heel goed te vergelijken is met een centrum met allemaal stadswijken daaromheen. Ik denk dat wij culturele haatstad willen wollen, dan matten we de ziekje naar ja, hoe onderskieren wij u. Je merkt om je heen dat iedereen een protte vragen heeft. Is het net wat te hege grepen enzovoort heen. Het mat ik een beetje op gang komen natuurlijk. Hè. Friesland wil zich kandidaat stellen als culturele hoofdstad voor het jaar 2018. Ja, kleed in de krant. Ja. Denk je dat ze kans maken? Nou, ik denk het niet. Voor het culturele gedoe? Leeuwarden, Friesland. Nou, Leeuwarden is wel heel goed bezig, alleen ik denk niet dat we er al zijn. Ik ben in de omgeving, maar het is een mooie provincie. Ik ben niet zo mee bezig met die dingen. Ik heb eigenlijk geen idee wie de tegenstanders zijn. Het is nou natuurlijk ik al hier nog wat abstract en vaag, maar als we wat verder binnen en ik heel concreet Shelly te kennen wat we willen, dan zullen we dat wel op gang komen kennen. Die strategie van je bijzonderheid Shelly te, lijkt het me heel goed. Ons mem die koe zeg maar. Het vierlijpen. Ja, dat is uiteraard de Friese taal. Je hebt natuurlijk het Fries Straatfestival. Ja, Sneekweek. Oldehoven, die schuine torentje. ...2018 klinkt heel ver weg, maar het is maar 10 jaar. Het is aan jullie, aan de inwoners van Friesland, om deze kans te grijpen... ...om dat te doen wat je graag wil laten zien. Friesland als culturele hoofdstad in 2018. De meningen hierover verschillen. De Provinciale Staten nemen op 4 november een beslissing over de te volgen strategie. Friesland behoudt hoe dan ook zijn charme. Tot de volgende Fries.